Omschrijf Vera Koen eens in 3 woorden. Ik denk dat ze heel erg gepassioneerd is. Strijdlustig. Gedreven is. Enthousiasme. Eigenzinnig, denk ik. En in mijn ogen is ze ook gewoon echt volleybalgek. Mij gaat het altijd om met het team, in een teamproces en dat ik ze zie groeien en dat ik ook zie dat we stappen nemen. Ik coach heel erg individueel, maar ook heel erg qua team. En dat we daar, dat het steeds gelukt is om al die prijzen binnen te halen. En dat vind ik het mooiste. Heel makkelijk prolongeert Slidrensport de landstitel. Wij hebben nu 4 jaar Vera gehad. Ik ben hier ook al die 4 jaar geweest. En ik merk zelf ook wel dat het super mooie jaren zijn geweest, en maar dat het na zo lange tijd, zeg maar, ja, dan is het ook wel tijd voor vernieuwing, denk ik. Slidrensport dus voor de 5e keer bekerwinnaar, maar VCN, gesteund door de fanatieke aanhang, kon ook met opgeheven hoofd richting Capelle. Dus de seizoenen gaan steeds op dezelfde manier. Dus de competitie lopen we eigenlijk makkelijk doorheen, lopen we goed doorheen. De prijzen hebben we gepakt die we moeten pakken. En daar zit de spanning, zeg maar dat zijn weinig momenten. Aan het begin van dit seizoen won Slidrensport de Supercup. Zoals ze die de afgelopen 5 jaar altijd wisten te winnen. Wat heb jij van haar geleerd eigenlijk? Heel veel. Ja, ze is natuurlijk zelf ook zetter geweest. En de afgelopen 2 jaar heb ik echt heel veel van haar mogen leren. En was het soms ook wel eens te veel. En dan spraken we ook weer met elkaar. Dan kwam ze met zo'n bak informatie binnen. En dat moest ik altijd even verwerken allemaal. Maar het is wel heel fijn om van zo'n ervaren volleybalster zoveel te leren. Ja. Wat ga je doen eigenlijk? Ja, wie zal het Goeie zeggen? Goeie vraag, hè? Ja, nee, wie zal het zeggen? Ik ben gebeld door meerdere clubs. Dus ik ben aan het oriënteren, kijken wat ik wil in het volleybal. Daarnaast werk ik nog bij de politie, dus ga kijken of ik daar heb. Ik heb een eigen bedrijf waar ik ga kijken. Dus eigenlijk ligt alles open nu om te kijken en hoe nu verder.